Deze gongslag vormde het beginsignaal voor de tweede dorpsquiz in Ledenakker en Sint-Tunis. Quizit 2015, TV Land van Kuik was erbij. Wilfred Volkringa, mede-organisator van Quizit 2015. Net zo'n groot succes dreigt het te worden als vorig jaar. Nee, het wordt groter. We hadden, vorig jaar hadden wij in eerste plaats maar 63 teams en dit jaar hebben we 65. De aantal mensen die meedoen per team, dat is nogal wat meer dan vorig jaar. Ik denk dat het gemiddelde op 223 komt. Dat is dus heel veel. Gemiddeld, hè. Er zijn ook mensen die weer denken dat ze het met 10 kunnen. Maar er zijn anderen die denken dat ze er wel 40 nodig hebben. Dus dat wordt heel spannend. Maar we zitten al ver over de 1000. Dus dat is wel heel mooi, denk ik. En, wat als jullie dan moeten adviseren, dan doen jullie natuurlijk en zeggen, je moet met een mannetje of 20 zijn. Ja, mannetje of 20 eigenlijk. Het is een kwestie van niet alleen kennis hebben, maar de zaak goed kunnen organiseren. Wij maken van tevoren maken wij altijd bekend welke categorieën er zijn. Bijvoorbeeld Bourgondisch culinair. Nou, dan moet je één hebben die heel veel weet van koken, kookprogramma's en dat soort zaken. Die moet zich van tevoren goed inlezen. Die moet zorgen dat hij allerlei apps op zijn telefoon heeft staan, waarbij hij allerlei informatie kan. Dus je moet het organiseren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van deze manier van zaken. Dat is ook de les die jullie meekrijgen van de eerste keer. Wat heb je er meer voor verschillen? Vorig jaar was het was nieuw en dan komt die tweede keer. Is dat al wat gemakkelijker? Ja, absoluut. Ja, in welke opzichten? Nou, het is minder spannend. Je hebt niet echt een draaiboek. Wat wel het hele grote voordeel was toen wij begonnen vorig jaar, is dat wij met Bergen bij Os, waar Leo Boeien, onze voorzitter, vandaan komt. Deden het al heel, ik dacht 12 of 13 jaar. Leo was er al heel vaak geweest. En heeft heel vaak tegen ons gezegd, jullie moeten erbij zijn, dan kun je zien wat dat is. We zijn er één keer naartoe geweest. En toen, dan word je zo razend enthousiast. Toen hadden wij ons team samengesteld onmiddellijk en zijn we begonnen te organiseren. En het voordeel was dat Leo zo goed Bergen kende, dat wij ook wat hulp van hun konden krijgen. Die hebben ons geholpen een draaiboek in elkaar te zetten. Die hebben ons geholpen om een mooie layout te maken voor de vragen en dat soort zaken. Dus we hebben een voorsprongetje gehad. Maar dit jaar waren we helemaal zelfsupporting. En zag het er eigenlijk uit alsof we het al 10 jaar deden. Zo voelden we ons ook, moet ik zeggen. En dan moet je die vraag ook allemaal maken. Ik neem aan dat jullie dat doen als organisator. Dat is ook een klus. Ja, dat is een hele klus. We willen zelf de vragen maken. Er zijn natuurlijk meerdere quizzen die georganiseerd worden. Maar we willen ze toch zelf maken. We willen niet jatten. Want het nadeel daarvan is dat mensen van tevoren gaan oefenen van andere dorpen die dit mogelijk op hetzelfde moment of vorig jaar georganiseerd hebben. Dus we maken ze zelf. Controleren onderling ook of de vragen goed genoeg zijn, of ze niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Dus daar zit nogal wat werk in, maar ontzettend leuk werk. Jullie voelden je volgens mij al wat relaxter deze tweede keer? Ja, nou, absoluut waar. Ja. Een heel stuk relaxter. Vorig jaar moesten we ook aan iedereen uitleggen wat het was. En mensen hebben het nu zelf beleefd. Dus nu hoor je ook dat mensen het al veel beter organiseren dan ze het vorige keer georganiseerd hebben. Je weet het natuurlijk nooit, maar als je kijkt naar deze tweede keer in 2015, het staat, het heeft toekomst. Ja, nou dat denk ik wel. Wat ons betreft, wij gaan met groot enthousiasme hier een hele lange tijd mee door. En wij willen ook elk jaar een klein beetje groeien, dus wij vinden het heel prettig. We hebben wel eens gehoord op andere plekken dat er wat daling in zit. Dat is heel demotiverend, dat willen we niet. Dus wij moeten zelf heel veel moeite doen om ervoor te zorgen dat meerdere teams komen. En dat de vragen zo gemaakt worden dat iedereen zich er een beetje comfortabel bij voelt. Er zijn wat oudere mensen die zich comfortabel moeten voelen. De jongere mensen moeten zich daarbij comfortabel voelen. En iedereen moet zijn eigen taak daarin hebben. Want we willen wel graag dat oud en jong ook samen zitten. Want dat is eigenlijk ook een van de opdrachten van onze hele quiz. Hoe hebben jullie het georganiseerd om aanspraak te kunnen maken op de eerste prijs?
Nou, we hebben in ieder geval een locatie gezocht waar er meerdere computers zijn, zodat je heel snel dingen op kunt zoeken. Nou, reclamebureau Meek was een uitermate geschikte locatie, want die werken hier met 5 mensen. Er staan 8 computers die allemaal op internet aangesloten zijn. Dus we konden met groepjes op ieder bureau gaan zitten en je eigen groepje dingen op gaan zoeken. We hebben dus groepjes gemaakt allemaal. Een beetje gekeken wie welke kennis heeft. En daar zijn ze nu allemaal mee druk mee bezig. Het is vooral ook een kwestie van opzoeken toch ook het digitale gebeuren, hè? Gedeeltelijk. Je kunt niet alles opzoeken. Merken we al aan de vragen. Maar het is wel handig om, als je het wel op kan zoeken, om heel snel te kunnen. Ik zie mensen heel veel dingen opzoeken. Dus ik denk dat er toch heel veel opzoekvragen zijn. Of dat ze in ieder geval de richting opkomen. Dat ze dan misschien denken, oh ja, dat was dat en dat. En dat ze dan eerder erop komen, zeg maar. Maar ze zeggen allemaal dat de vragen wel zo zijn dat je echt de tijd nodig hebt om de vragen te kunnen beantwoorden. Dus je moet echt hard doorwerken om al die vragen te kunnen beantwoorden. Het is niet zo van, oh, we doen het even rustig aan en tussendoor een bakje koffie. En het is echt hard doorwerken. Er is ook veel diversiteit, zeg maar. Allerlei rubrieken. Er moeten ook mensen de straat op, letterlijk, hè? Mm-hmm. Ja. Ja, letterlijk. Ja, ja, dat weet ik ook niet precies, omdat het de eerste keer is voor mij. Maar ik had van de vorige keer begrepen dat er inderdaad mensen de straat op gaan, inderdaad, om van alles te doen. Dus, hoe lossen jullie het nou op? Ik stel me zo voor dat jullie op het einde nog een ronde hebben van, god, wat missen we nog? Wie kan mij helpen? Ja, er wordt wel tussendoor geroepen. Als mensen heel klaar zijn, dan lopen ze even een beetje rond om te kijken van, hey, weet jij dit of weet jij dat? En proberen om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Quizit heeft inmiddels, tweede keer, wel een plaats gekregen in het dorp. Heb jij dat ook zo ervaren meegekregen? Absoluut, absoluut. Want de eerste keer heb ik niet meegedaan. En toen ze dus de tweede keer kwamen vragen van, goh, wil je meedoen en mogen we dan jullie locatie gebruiken? Had ik wel zoiets van, de eerste keer had ik al zoiets van, oh, het gonste door het dorp heen en iedereen was ermee bezig. En op Facebook en op Twitter, en overal zag ik het voorbij komen. Dus het gonste echt door het dorp heen. Dus ik vind het ook heel leuk dat wij nou mee kunnen doen. En dat we dit kunnen faciliteren voor de wijsneuzen, zeg maar. Je wilt best in de prijzen vallen natuurlijk, dat wil iedere groep die deelneemt, maar het is ook het meedoen, hè? Het gaat vooral om meedoen. Martin is een van onze leiders, zeg maar, Martin Mada, die zei we gaan voor 2 G's. Dus goud en gezelligheid. Dus dat is ons motto van deze avond. Wat daagt jou zo uit om mee te gaan doen? Nou, ik vind het gewoon heel leuk om ook allerlei dingen met vragen, probeer je althans, omdat je toch een oude inwoner bent hier van Sint-Antonis en Ledenakker. Om ze te helpen, de groep. Om onze groep toch op een heel hoog niveau te brengen. Met quizzes. Ja? En de politieke verbondenheid, die is altijd gebleven. Zodat je in deze groepering terecht kwam. Altijd gebleven. Ja. Met we staan bovendien ook nog in het huis van een oud-politicus van Sint-Tunis, zeg maar. Inderdaad, van Piet van den Burg. Die heeft hier vroeger gewoond. Nu woont er ook een politicus. Dat is de heer Bellemakers. En dus is erg leuk, hè? Ja. Dit huis is verbonden met politiek. Hoe pakken jullie het aan? Om goed de organisatie bedoel ik van de avond. Nou, Roos Abe is onze teamleidster. En wij zijn verdeeld. We hebben allemaal kunnen kiezen bij welke groep we willen. Het een wil bij sport, de ander wil bij schuipen. De ander wil weer bij allerlei dingen over muziek vragen. Dus iedereen heeft zijn eigen deskundigheid in huis of achterban om daar hulp te vragen. Ik zag je net bladeren in een boek van Sint-Tunis en het ging over voetbal. Volleybal, inderdaad. Dat was een foto van een club volleyballers in 1960. En daar moesten wij al de namen van weten, dus dat is heel moeilijk voor ons. Heb je daar nog wel profijt van als je bezig bent van nou, bij een bepaalde leeftijd horen bepaalde vragen die voor mij wat gemakkelijker zijn? Zeker. Daarom hebben we ook iedereen gekozen voor een eigen groep of eigenlijk een soort vragen. Je denkt, daar zal ik iets van weten, hè? Dus bijvoorbeeld Bourgondisch koken, mensen die veel verstand hebben van koken, die kiezen daarvoor. En wij hebben gekozen, hoe heet het ook weer? Ik weet al niet meer hoe het heet bij ons, maar in ieder geval oude dingen allemaal. Heb je vorig jaar ook al meegedaan? Jazeker. Wat betekent Quizit voor Leker en Sint-Tunis? Vind ik erg leuk, heel leuk. Ik vind ook de saamhorigheid. Wij merken dat als politiek, we zitten allemaal bij elkaar. Het is gewoon een soort gemeenschap bij elkaar. En we gaan ze echt voor de politiek. En we willen op een hoog niveau weer eigenlijk terechtkomen weer met de uitslag. In het dorpshuis in Ledenakker wordt van ieder team 1 afgevaardigde verwacht. En om deel te nemen aan de geheime opdracht. Ze zijn een beetje op een dwaalspoor geleid. En zullen straks vanzelf horen wat moeten wij hier doen in deze kledij. En achter het bankje plaats te nemen. En dan gaan we, en dan doe je Annie gewoon na. Help! 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 Help!
out control. It's real with the big ass brawl. And like Bruce Lee, but I got the clout. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Van de op omstreeks worden de opdrachten dadelijk uitgedeeld. Ik kan nog wel even zeggen dat je ziet dat de teams die zich als eerste ingeschreven hebben, de beste plaatsen hebben. Dus voor volgend jaar is dat wel even belangrijk dat je dus weet dat je er op tijd bij moet zijn. We komen ook in de Volkskrant terug. Het Nederlandse online nieuwsmagazine dat satirisch uitgekomen. Maar je hebt, ze klappen hier wel, maar je hebt weinig vrienden. Ik ben ingevuld als, ik zit dan in een kelder, toch? Zo zag ik het voor me. Nou, nog dieper hoor. Nee, ik zit in die kelder. Mijn naam is Lionel. And I wish to congratulate you on your new business. I know you do very well and good luck to you. Wel heel veel. Wij wisten heel veel, ja. Wat we niet hadden verwacht. Vorig jaar zijn we 10e geworden en nu zijn we dus als eerste geëindigd. Dus dat is super. Je weet de vragen natuurlijk nooit van tevoren, maar men zegt het was nou iets gemakkelijker en jullie hebben het misschien ook iets anders aangepakt. Ja, dat klopt. We hebben in het planbespreking besproken afgelopen jaar, voordat we aan het tweede jaar quiz begonnen, om met computers te werken. Grapje. Het heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Was jullie groep nou ook groter dan vorig jaar? Ja, daar zijn wel enkele mensen bijgekomen. Maar voor de verdere rest hebben we de groep gelaten zoals het was. Hadden jullie nou ook zelf de indruk van, oh, we hebben het best aardig afgewerkt op 27 december? Ja, die indruk hadden we uiteindelijk wel. Maar we hoorden wel alle verhalen dat het leek alsof de quiz iets makkelijker zou zijn als vorig jaar. Maar ja, goed, dat weet je dus ook niet zeker. En toen was het de laatste half uur, zeg maar, topspanning. Ja, was topspanning. Ja, was echt super. Ja. Maar jullie roken de kans? Een beetje. Maar ja, je durft nooit uiteindelijk te zeggen hoe het zal eindigen. Ja. Nou, zeg maar, iedereen wil natuurlijk winnen. Hè? Maar in het algemeen is het ook wel een beetje de trefwoorden. Goed en gezellig, hè? Het was super. Het was geweldig. Ja. In de dorpen van de gemeente gebeurt van alles. Quiz It is er ook een, hè? Nou, dat is een gebeurtenis die natuurlijk zijn weerga niet kent. Al ver voor de derde kerstdag is iedereen er eigenlijk al mee bezig. Ja, en vanavond heb je natuurlijk de ontknoping gezien.
gaat het uiteindelijk om. Maar natuurlijk ook om te zien wie er uiteindelijk de felbegeerde bokaal gewonnen heeft. Ik zei net al tegen de captain van de winnende ploeg, goed en gezellig. Maar je wil wel winnen, hè? Nou ja, het is een deel natuurlijk de spanning om te winnen. Maar de Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen. Die houden ook heel veel teams op de been, dus dan is het ook goed. In zijn algemeenheid activiteiten in de dorpen werken bindend, hè? Quizzen is daar een voorbeeld van? Nou, quizzen is wat dat betreft nog een relatief jonge activiteit. Maar als je ziet wat er eigenlijk al in de dorpen gebeurd is door zo'n activiteit. Ja, dat is gewoon geweldig, dat is fantastisch. En wat heel bijzonder is, vind ik dit jaar, dat er ook zoveel jeugd mee gedaan heeft. En daarmee is het natuurlijk heel bindend, dat is gewoon zo. Het hoort ook wel een beetje bij de tijd, hè? Zorg voor meer bindmiddelen, nog meer binding, samenhang tussen de mensen in het dorp, hè? Nou, je kunt het gemakkelijk zeggen dat dat bij de tijd hoort, maar uiteindelijk zijn natuurlijk mensen die dat moeten oppakken en daadwerkelijk zo'n evenement op willen zetten. En ik denk dat er enorm veel organisatie achter de schermen is, waar wij op dit moment helemaal niks van zien. Alleen maar kunnen genieten van een fantastische avond. Nou, een fantastisch gevoel hierover natuurlijk. We beginnen alweer te denken, dat is gek, want je weet natuurlijk wat er komt op zo'n avond. En als je weet wat er komt, dan ga je ook nadenken en kijken hoe mensen erop reageren. En je begint ook alweer in te vullen, hoe wil ik het volgend jaar gaan doen? Dus dat is heel raar, je moet eigenlijk van de avond genieten, maar je bent eigenlijk meer bezig met hoe kan ik het nog beter maken dan volgend jaar. En je hebt wel dingen al opgeslagen van, daar moeten we het over hebben. Ja, er zijn verschillende, onderling zijn we het ook erover eens. Daar moeten we eens een keer over napraten, van hoe gaan we dat de volgende keer doen. Dat wil ik niet allemaal noemen, want daar doe ik wat afbraak met hetgene wat we tot nu toe gedaan hebben. Dat vind ik zeker niet, ik vond het een geweldige avond. Ik vind dat iedereen ontzettend mooi meewerkt. Ik geniet enorm van het feit dat er zoveel jongeren gekomen zijn. En dan ben je ook niet moe als je genoten hebt van al het georganiseerd en het geshow. Nee. Want ik zou het liefst volgende week weer met de hele club samen gaan zitten. En zeggen van jongens, wat hebben we ervan geleerd? En wat kunnen we beter en anders doen? En waar moeten we ons op voorbereiden? Binding tussen mensen is heel belangrijk. Zeker in deze tijd hebben we het daar heel vaak over in de media ook. Hè? Ja. Tref je dat bij dit? Ja, ik denk dat dit een voorbeeld is van hoe het moet. Jong en oud, zie je allemaal heel duidelijk hier. Nou, je ziet hoe groot die groepen beginnen te worden die uiteindelijk in één team zitten. In het begin, het eerste jaar, hadden wij zeg maar mensen met een clubje van 10 man. Nou, je hebt nou gezien nummer 1 hoe groot zo'n club is. Quizzen 2016 staat, als ik wel voor het volgende jaar hoor, al in de stijgers. We moeten doodgaan, anders we stoppen er nooit meer mee. Zo leuk vinden we het.